Nog 100 meter. De start is gevallen. Begint met een onstuimige galoppade voor Axel Weeroos. En na de start een deelnemer in volle galop. En dat is paard van Jopol, Fliksen. En de leiding wordt genomen door Uklachen. Op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde Amazing Boy. Zo gaan de deelnemers dan de eerste bocht opzoeken. Eventjes brutaal naar binnen, Luiten Vries. Dat moest, want hij mag de kop nemen. Met op de tweede plaats dan Amazing Boy. Dat is de 1-2. Waar ligt de favoriet? Die ligt op dit moment voor betreft de paarden met aansluiting op voorlaatste positie. Bas Krebas met zijn Cool en Fanatic. Goed, de rust is wedergekeerd in het veld en Uklachen is de ideale gangmaker voor Amazing Boy. Maar er komt wat reactie in het veld, want aan de buitenzijde is dat Young Mr. Mo. Die komt daar zo te zien naast de koploper om een gooi te doen naar de koppositie. En die koppositie lijkt nu ook overgenomen te gaan worden als de deelnemers dan afkoers op de verre linkerbocht. Young Mr. Mo aan de buitenzijde van Uklachen en op de derde plaats dan aan de relingzijde Amazing Boy. Dat zijn de paarden die vooraan best wel tempo maken. Met Wammes verder weg in het veld. En Jorkie van Bremen daar dan vlak achter. En Bas Krebas die ziet dat allemaal wel eventjes gunstig voor zich ontwikkelen. Hoog tempo in de beginfase. Zijn paard moet het hebben van de laatste ronde. En die laatste ronde is in zicht. Aansluiting is er daarachter voor Cicero Boko. Paarden komen af op de rechte lijn voor de tribune. En het is nog altijd die Young Mr. Mo die het veld de weg wijst met een lengte voor op Uklachen. Daarachter dan in derde stelling Dickie Hof die een beetje twijfelt wat hij moet doen met zijn Amazing Boy. Hij weet dat hij niet oneindig veel speed heeft. Maar ja, het risico van insluiting dreigt ook. Want het kan niet lang meer duren voordat Bas Krebas wat gaat ondernemen. Hij is dan ook alvast van de reling afgegaan en gaat langzaam maar zeker wat naar voren rijden. En hoopt misschien wel dat Dickie hem een ruggetje gaat bieden. Paarden gaan op weg naar de overzijde en Bas Krebas krijgt het ruggetje van Dickie Hof. En we gaan op weg naar de overzijde van de baan met Young Mr. Mo. Tweede plaats Uklachen. Aan de buitenzijde dan een opkomende nummer 5 Amazing Boy. In de rug van Amazing Boy krijgt Young Paron Cool en Fanatic een koers op maat. We zijn inmiddels aan de overzijde van de baan en nog altijd Young Mr. Mo aan kop van het veld. Young Mr. Mo, buitenzijde dan Amazing Boy. Daarachter dan in een zetel Cool en Fanatic. En aan de binnenzijde Uklachen. En die heeft even een explosie gedaan van start af. Maar heeft daarna mooi uit de wind meegekoers op de rug van Young Mr. Mo. Wammes volgt dan met Cicero Boko en verder weg dan nog Jorkie van Bremen. En zo gaan de paarden af op de laatste bocht. En het is daar dat Young Mr. Mo versnelt. Young Mr. Mo, Amazing Boy. Aan de buitenzijde ook Uklachen aan de binnenkant. En daarachter wacht Krebas nog altijd. Hij durft lang te wachten achter zijn paard. En dat is nummer 4, Cool en Fanatic. Deelnemers komen af op de laatste rechte lijn. Young Mr. Mo en aan de buitenzijde Amazing Boy. Uklachen daartussendoor. En helemaal aan de buitenzijde komt daar dan het eindschot van Bas Krebas met zijn favoriet. En die gaat er nu op en erover. Het is Cool en Fanatic en daarachter de strijd om de plaatsen. Uklachen die zet de aanval in op Amazing Boy. En lijkt mogelijk gegadigd te zijn voor plek 2. We gaan op weg naar de finish. En het is hier Krebas die het heel gemakkelijk wint. Het is de 4 voor de 7, de 5 en de 10. En dat is voorlopig. Als wie weer koersen. Cool en Fanatic. Want jij bleef zelf ook ontzettend cool. Want je bleef heel rustig wachten. Ja, want het heeft al een paar keer. Vond jij enorm veel speed getoond op het eind. En je kan hem wel heel lang wachten. Het was een klein veld, dus het kwam mooi uit. Nee, heel tevreden. Zeker tevreden. Je wint weer 3 keer. Dus dat betekent dat je nu weer opgaat voor dat prachtige tuig wat je afgelopen 2 jaar ook hebt gewonnen van Harry van der Bos. Ja, maar Hetteling is ook een bloedvorm. En die wint er ook een paar vandaag. Dus het is niet zomaar klaar. Het is niet zomaar klaar, maar momenteel staat het 3-3. En op 14 mei willen we natuurlijk graag hier opnieuw zien Hemelvaartsdag. Ja, dan probeer ik er weer te zijn. Zeker, is wel de bedoeling. Dat is mooi. Dan zien we je dan daar. Dan maken we hier nog een paar prachtige foto's van deze Cool en Fanatic die net zo rustig hier staat als zijn naam is. Cool Fanatic is een 6-jarige bruine ruin van Castleton Bas uit de Wild and Fanatic. Gefokt in Duitsland. Inmiddels eigendom van de Himia BV. En vandaag gereden door de trainer, oftewel Bas Krebas. Wint vandaag hier als trainer 3 koersen. Dames en heren, het was een prachtige koersdag hier in Groningen. Het heeft amper geregend. En dat betekent dat we nu opgaan naar 14 mei. Hemelvaartsdag, dan is hier opnieuw koersen. Dan hebben we de zogenaamde Drachtendag.